3 minutes nummer 1607 met een uitzending van vandaag 29 april 2019. Dit is het bulletin van maandag. Net als gisteren, vandaag pas om 10 uur 's avonds, dus niet om 7 uur. Ik voelde me rond etenstijd opnieuw niet helemaal fantastisch. Ik heb besloten om de relatieve stress van de uitzending maar even uit de weg te gaan. Ik had wel al een onderwerp voorbereid, dat wil zeggen geschreven en verder op inspreken na helemaal af. Maar in plaats daarvan doe ik het vandaag nog even rustig aan met een tweetal herhalingen. Vandaag dus het 26e en laatste deel uit de serie over repeatertechniek. En daarna deel 2 van de serie over zelfbouw. Alle twee dus van ruim een jaar geleden. Ja, dit is dan deel 26 over repeaters, over repeatertechniek moet ik zeggen. Het is waarschijnlijk het laatste deel, maar ik ben er nog niet helemaal zeker. Ik denk dat ik in de snelgemaakte aflevering van de vorige keer toch wel het grootste deel van wat ik over digitale spraakrepeaters wilde aankaarten heb gemeld. Van één ding realiseerde ik me achteraf dat ik dat iets eenvoudiger had voorgesteld dan het waarschijnlijk zit. Het ging om de gemeenschappelijke backbone voor alle gekoppelde repeaters. Ik stelde daar dat in bepaalde regio's veel mensen met D-Star zouden zitten en in een andere regio weer veel met DMR. Ik stelde dat er dan in de regio met veel D-Star gebruikers een D-Star repeater zou kunnen zitten en die met DMR of een andere modus een repeater voor dat systeem. Aan de ene kant zal het vermoedelijk wel zo zijn dat er waarschijnlijk toch op de meeste locaties wel repeaters voor meerdere systemen zullen zijn. Maar aan de andere kant is er al een ontwikkeling gaande naar repeaters die je voor meerdere systemen kunt gebruiken. Die repeaters die zijn er in Nederland ook al. Voor de eenvoud moet zo'n repeater wel binnen hetzelfde gesprek steeds op dezelfde modulatiesoort blijven staan. Want meerdere modulatiesoorten ontvangen binnen één QSO kan een repeater wel. Maar tegelijkertijd meerdere modulatiesoorten uitzenden, dat gaat alleen als er meerdere zendfrequenties voor de repeater in gebruik zijn. Op zich zou dat natuurlijk ook nog wel kunnen. Misschien is het dan zelfs sprake van twee repeaters. Ja, ik zei het al, ik begin een beetje aan het eind van dit onderwerp te komen. Ik heb de analoge repeaters behandeld, lineaire transponders, ATV-repeaters en repeaters voor digitale spraak. Er bestaan ook nog repeaters voor digitale data, zoals het bij D-Star heet. Natuurlijk kun je een gewone FM-repeater ook gebruiken voor digitaal. Packet radio gaat bijvoorbeeld prima via een FM-repeater, zeker bij de wat lagere snelheden. Het geeft alleen wel veel overlast. Bij D-Star kun je in de DD-modus digitale data, dus zonder spraak, ook over reguliere D-Star repeaters werken. Ook daar wordt dat als irritant ervaren. Hier geen geluidsoverlast, bij een volledige dataverbinding blijft een D-Star apparaat stil. Maar dat de repeater die stil is terwijl het toch bezet is, dat feit dat zorgt toch voor de nodige irritatie. Er is overigens wel een reflector voor digitaal verkeer, weet ik. In elk geval is dit zo bij het D-Plus netwerk. Dat is dus een reflector waar je een repeater bewust aan moet koppelen, zodat de data alleen op de repeaters binnenkomt waar dit ook echt de bedoeling is. Er zijn verder ook repeaters voor data die met een zogenaamd store- en forward systeem werken. Er zullen nog wel meer systemen zijn. D-Star repeater in de digitale datamode is natuurlijk ook zo'n systeem. Bij een store- en forward systeem gaat de data naar een repeater, wordt uiteindelijk opgeslagen en vervolgens doorgestuurd. In principe is dat niet anders dan een papegaai-repeater voor spraak natuurlijk. Ik weet eigenlijk niet of ik dat systeem van papegaai-repeaters wel behandeld heb. Ik vermoed van wel, maar bij een papegaai-repeater wordt vaak met een maximale spreektijd van 2 minuten alles wat binnenkomt opgenomen. Gaat de squelch dicht, dan wordt de doorgang herhaald. Bij spraak is het dan vervelend dat je steeds de tijdsduur dat je zelf gepraat hebt moet wachten en dat je ook nog je eigen doorgang een keer hoort. Maar het is wel een effectieve manier om een repeater te maken en hij is zeer eenvoudig in de opzet. Een simpele zendontvanger is genoeg, geen duplexfilters nodig. Overigens is een mailbox systeem, zoals het hier voor packets zijn, natuurlijk ook een vorm van store en forward. Ja, en verder komen alle datasignalen waarvan de bandbreedte tenminste niet te groot is, ook gewoon door een lineaire transponder heen. Ik begin vandaag met deel 2 van de serie over zelfbouw. Ik begin met in het kort iets te vertellen, nou, ik probeer dat in het kort, over hoe ik zelf met het zelfbouwen in aanraking ben gekomen. En ook iets over de achtergrond daarvan. Ik weet nog precies hoe mijn fascinatie voor radio begon. Ik was denk ik 1 jaar of 9 oud. Mijn vader die had een boek, Zo werkt de radio. En ik vermoed dat ik daar toen al eens in gekeken had. Maar echt opgevallen was me dit niet, want dit boek ging niet over telecommunicatie, maar om radio's voor omroepontvangst. Mijn vader heeft mij al heel vroeg bij de techniek betrokken. Dat was een aantal jaren daarvoor. Zo had mijn vader een Berini-eitje, zo'n motortje wat je voor op je fiets kunt zetten. En een vermaard verhaal uit mijn jeugd, dat is dat mijn moeder die vertelde dat heel graag, is dat ik samen met mijn vader bij dat motortje bezig was aan het knutselen.
Waarschijnlijk zat ik mee te kijken, want ik was nog een peuter. En dat de buurman thuis kwam en aan mijn vader vroeg met wie hij in gesprek was. Want hij zag mij daar niet in de schuur, ik zat achter een muurtje. Nou, zegt mijn vader, met mijn zoon. De buurman die geloofde dat niet, want zijn dochter van een jaar ouder, die echt niet achterliep, die praatte dus nog nauwelijks. In diezelfde kelderbox waar we aan de Berini zaten te sleutelen, leerde mijn vader mij ook de basisbeginselen van het timmermanschap. Hij was zelf in het vak opgeleid en had een aantal van onze meubels in die tijd zelf gemaakt. Ik was daar maar matig in geïnteresseerd. Wel kon ik als vijfjarige al zelfstandig fotofilmpjes ontwikkelen en afdrukken en in beperkte mate vergroten. Ook in diezelfde kelderbox die speciaal voor dat doel verduisterd kon worden. Toen ik dus 8 of 9 jaar oud was, toen kon je, zo stond in zeer uitgebreide advertenties, tenminste met heel veel spullen erin, in de Telegraaf, je kon bij Lulab in Amsterdam walkie-talkies kopen. Die wilde ik hebben. Maar ik wilde zoveel hebben. En dit was nauwelijks een opvallend item in dingen als een Fleischmann spoortreintje, een kleine stoommachine van hetzelfde merk en andere zaken die ik ook leuk vond, als feestneuzen en jojo's. Ja, en niet te vergeten de Hudora-rolschaatsen met een remblokje onder de neus van je schoen. Mijn vader vermoedde dat de apparaatjes van Lulab niet legaal waren en als dat zo was, dan zou ik die dus niet krijgen. Mijn collega die er iets van af wist, vroeg hij dit na en inderdaad, de walkie-talkies waren verboden. Ik weet niet of dat mijn latere fascinatie voor de dingen verklaarde, maar in ieder geval, ik had een buitengewoon grote interesse ervoor. De walkie-talkies die raakten vervolgens echter wel wat in de vergetelheid tussen alle andere interesses. Ik dacht er nog maar nauwelijks aan. Ik weet nog precies het moment dat ik opnieuw door het fenomeen gegrepen werd. Het was in een schoolvakantie in het voor- of najaar. En met wat vriendjes zwierven wij door de wijk in Dordrecht, Wielwijk, waar ik ben opgegroeid. Vervolgens liepen we op een hofje aan de Doris Rijkerstraat, nabij de Zuidendijk, ik weet het nog precies, tegen een ander groepje jongens aan die met iets interessants bezig waren. Ze hadden een babyfoon die ze als een walkie-talkie gebruikten. De draad van in mijn herinnering wel 30 meter, maar het is vast minder geweest, over het voetpad slepend. En interessant was het vooral als de ene de bocht om was, langs een huizenblok, hoe goed je hem dan nog kon horen zonder dat je hem eigenlijk zag. Vervolgens was ik dus verkocht. De eerstvolgende keer dat ik jarig zou zijn, een gelegenheid waarop ik dit soort vrij dure dingen zou kunnen bemachtigen, zou ik ook zo'n babyfoon vragen. Bij gebrek aan een walkie-talkie, dan maar dat. Het ding kreeg ik uiteindelijk ook, maar de aardigheid was nog niet zo groot als ik wel gedacht had. Ik bleef echt te dromen van een echte radiozender of een walkie-talkie. In de jaren daarna, ik woonde inmiddels in Amersfoort, deed ik al wat experimenten, zoals bijvoorbeeld een goede middengolfantenne in mijn kamer aanleggen in de vorm van een lange spiraal langs het plafond. En het lukte me zelfs om daarmee in enige mate uit te zenden door een stukje draad aan de centrale verwarming op een batterij aan te sluiten en met een ander stukje draad dat naar de voornoemde antenne ging over de onderkant van de batterij te strijken. Ik kon daarmee een flinke afstand overbruggen. Ik moet bij de buren daarmee trouwens wel flink wat storing gemaakt hebben, want er werd toen nog veel op de middengolf geluisterd. Het was een paar jaar later dit en ik denk dat toen ik deze experimenten deed dat ik een jaar of 13 was. Pas een aantal jaren later ging ik er serieus mee verder, waarschijnlijk net voordat ik 16 was. Door een krantenartikel leerde ik van het bestaan van Veron en van VZA en van de zendamateurs. En in een lokale winkel kon je in die tijd Electron van de Veron toen nog op A5 formaat in de losse verkoop krijgen. Daar kwam ik dus achter. Ik was bij dat blad met name direct verkocht door de rubriek van PNL SE Reflecties, waar ik werkelijk van smulde. In dezelfde winkel kocht ik vervolgens een soort module met daarin een klein FM-zendertje dat ik daarna in een behuizing van een oude draagbare radio bouwde met een telescoopantenne erop, als een soort afluisterapparaat, nou ja, misschien ook wel een beetje als een walkie-talkie. En ik leerde ook begrijpen hoe het eenvoudige ding werkte en bracht al enkele verbeteringen aan het zendertje aan. Bijvoorbeeld koppelde ik de antenne op een koppellusje in plaats van op een aftakking van de oscillatorspoel. Het scheelde nauwelijks in bereik, maar nu kon je het ding tenminste oppakken zonder dat hij 2 megahertz opzij ging. Het eerstvolgende dat ik ondernam was dat ik in Utrecht, ik dacht bij de firma Van der Wel, 2 27OC-portotjes kocht. Ik was toen inmiddels 16. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Abonneer je nu gratis op de podcast van de Daily Minutes. De website van de podcast is dmpodcast.net. DM is kort voor Daily Minutes, dus dmpodcast.net. Bij de feed van de podcast komen er nog een breukstreep en 4 letters bij. Breukstreep F-E-E-D. dmpodcast.net, / F-E-E-D. Subscribe now for this podcast, dmpodcast.net/feed. dmpodcast.net/feed. DM is Delta Mike. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen.
De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.